Een symbool van de gouden jaren van Enschede. Zo noemt Dick Buursink het in een brief aan de Enschedese gemeenteraad. En zo heel veel van die symbolen zijn er niet, vindt de oud-wethouder. Ah, er zijn er wel wat meer, maar we zo meteen over hebben. In het begin van de vorige eeuw kwam 20% maar liefst van het bruto nationaal product uit Twente. Een forse slok daarvan uit Enschede. We hebben het vliegveld nog, de haven, een handvol herenhuizen, landgoederen, prachtig stadhuis en een trammetje. En dat ding moet uit de mottenballen, gerestaureerd en bewaard, vindt Buursink. Nu voorzitter van de Historische Sociëteit in Enschede. En Lonneker en Dick is hier. Welkom Dick, daar zit je weer. Ja, daar zit ik weer. Dus van vaste gasten aan ja, tafel. Ja, maar wij doen ook veel hè, met de historische Dat is waar, hè? Actieve oudere mannen, zeg maar. Ja. Dat, niet alleen mannen, ook vrouwen. Ja, zeker. En ze zijn niet allemaal oud, hoor. Ik geloof het meteen. Hey, we gaan zo over dat trammetje praten. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, vind ik het wel leuk om eerst even naar een filmpje te kijken. En dan weten we ook een beetje waar we het over hebben. En Dick, vertel jij even een klein beetje wat we zien. Het is een toerrit per elektrische tram vanaf het Volkspark naar... Glanenburg. Naar Glanenburg. En uit welke tijd komt dit? Dit is uit 1920. Dit filmpje. En we zien een paar fietsers. Die fietsen hier in de buurt van het Volkspark, als ik het zo zie. Is dat park? Hij gaat goed hier niet. Nu omhoog naar het oude station. Dat ligt tegenover Saxion. Het is wat verder op de parkweg richting Hengelo. Daar was vroeger het station. Die tram komt hier uit de remise gereden. Rijdt onder de tunnel door en rijdt de parkweg af. Gaat hier omhoog naar het station. En vervolgens de weg door de binnenstad van Enschede. Dat zal ik straks aangeven. En rijdt dan via de Gronauwse straat. Kijk, hij gaat hier. Hier komt de tram uit Glanenburg aanrijden. Hier komt hij. Van beneden. Ja. Dat is wisselen. Het is echt een wissel hier. Dus deze komt aan. En dan gaat de tram die we net zagen, die gaat hier naar beneden. En die gaat dan richting Glanenburg. En ik vind het al wel leuk. Want mensen, dat was natuurlijk toen heel bijzonder. Dat je een filmploeg zag die... Die vervolgens de hele rit naar Glanenburg gefilmd heeft door de binnenstad. We hebben het over 1920, hè? 1920, ja. Je bedoelt Charlie Chaplin. Je ziet overal mensen die met groepen staan te kijken, want er wordt hier gefilmd. Ja. En kinderen die voor de tram uitfietsen. Ja. En want ze zaten met die tram schijnbaar boven, met die filmploeg schijnbaar op die tram. Of hoog op die tram. Ja. In ieder geval iedereen, als je voortdurend achterom kijkt, is die er nog wel. Dat moet een sensatie geweest zijn. Echt een leuk filmpje. Die je eigenlijk helemaal moeten bekijken. Het feit dat dit in Enschede gefilmd is in die jaren zegt ook wel iets over de statuur van Enschede in die tijd. Hè? Er was hier een filmploeg, nota bene, die een rit van een trammetje vastlegde. Ja, het was een landelijke organisatie die dus bijzondere dingen in Nederland probeerde te filmen. En dan via bioscoopjournaals in de rest van Nederland te laten zien. Ja, we hebben en Enschede was in die jaren ook, jij zei het al, het was een economisch kerngebied in Nederland. En meer dan 20% bruto nationaal product in Twente. En Enschede was natuurlijk wel in dat Twente, ook toen al, de enige stad met meer dan 50.000 inwoners. En het was ook de eerste elektrische tram die in Overijssel is gaan rijden. Ja, dus in die zin is het ook wel voor Overijssel een bijzonder ding. En dat zeg ik omdat ik Overijssel ook nodig heb straks om de tram ergens onder dak te brengen. Ja, je blijft ook de diplomaat wel. De provincie zou natuurlijk bij 700 jaar viering stadsrecht en Enschede in 2025 een mooi gebaar kunnen maken door een soort glazen kas aan te bieden waar die tram dan in kan staan. Bij de museumfabriek. We gaan het er zo meteen over hebben. Hey, maar tot wanneer, want het is een elektrisch trammetje. Tot wanneer? Ik zeg trouwens steeds trammetje, omdat het is natuurlijk maar één zo'n rijmtuig. Maar doe ik het daarmee een beetje te kort? Is het toch... Nou ja, het is een volwaardige tram. En het bijzondere aan deze tram is, dat is een van de weinige trammaatschappijen die de tram ook in Nederland heeft laten bouwen. Ze komen uit Den Haag. Daar werden ze gebouwd. Het is een vrij uniek exemplaar. Hij is nadat hij gestopt is in 1933, is dit enige tramstel overgebleven. Dat is verkocht als zomerhuisje. Heeft heel lang in Overdinkel gestaan. En dit is wat we zien nu op de foto. Dit is een zwart-wit foto van een TET-trammetje, T-E-T. Ja, Twentse elektrische trammaatschappij. Ja, precies. Dat is het, hè? Hey, en dit is ook het trammetje waar we het zo meteen over gaan hebben. Of ja, sorry. De originele tram. Ja, dit is hem. Oké. Okay. Ja, hebben jullie ook een foto van hoe die er nu bij staat? Ja, gaan we zo meteen zeker zien. Maar waarom is dat lijntje ooit gestopt? Of is die lijn ooit Omdat gestopt? De concurrentie van de bus te zwaar werd. Ja. Weet je, een tram is natuurlijk wel een mooi vervoermiddel in een grote stad met heel veel aanbod van passagiers. Want je kan ook schakelen. Hè. Je kan 2 of 3 tramstellen achter elkaar hangen. En dan kan je veel meer mensen vervoeren. Maar op een lang stuk, zoals hier naar van binnenstad Enschede naar Glanenburg, heb je natuurlijk een hele lange afstand te gaan waarbij je gebonden bent aan die rails. Ja, dat is en aan die bovenleiding. Ja. En een bus, die kwam toen ook op, hè, de bussen.
En ja, die bus was natuurlijk flexibeler. Die kon in Dolvia even met een bochtje door Dolvia rijden. Die kon in Glanenbrug ook even van zijn route af en door Glanenbrug rijden om aantrekkelijker te worden voor passagiers. En maar ja, ik vraag het natuurlijk een beetje, omdat Enschede had in die tijd een tram. Maar goed, er zijn natuurlijk nog steden genoeg in Nederland waar diezelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden, maar nog steeds volop trams rijden. Maar dat is in Enschede niet gebeurd. Dat heeft te maken met de bevolkingsomvang. Kijk, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Heel veel passagiers die... Een hoge druk op de woningmarkt. Daar wonen veel mensen samen in relatief kleine oppervlaktes. En dus dat was gewoon veel meer aanbod van passagiers. En bovendien, mensen waren vaak voor korte afstanden van hun woonwijkje naar de binnenstad in Amsterdam. En dat is dan een ritje van 10, 15 minuten. En daarvoor is een tram eigenlijk wel mooi. Omdat je veel mensen in samengestelde trams kan pakken. Ja, is een, nou ja, hoe dan ook, het is 1933, reed hij voor het laatst. Hey, hoe staat hij nou? Ja, we zien nu een plaatje van hoe hij er nou bij staat. Dit is hetzelfde tram. Dit is de tramruit zoals die dus toen uit Overdinkel weggehaald is. Er is één man in een onverlichte hal in Overloon in opdracht van de Tramstichting bezig. Die is eigenaar de Tramstichting. Dat is dus een landelijke organisatie die al die oude trams probeert weer een positie te geven. Die zijn eigenaar. Wat heeft deze foto gemaakt, Dick? Deze foto is 2 jaar geleden gemaakt. Dus dit is, en hij is nu waarschijnlijk een stukje verder. Hè, maar hij is nog niet af. Maar nee. Wel alle materiaal wat erbij hoort. Motor, de banden, de stoelen, de hele prut. Alles is er. De Tramstichting wil hem wel overdragen aan Enschede. Dan hebben wij bij 5 bedrijven in Enschede gevraagd of ze samen een offerte uit willen brengen om hem af te bouwen. Dat zou dan in de hal van Stokkers in Boekelo kunnen gebeuren. Hè. Gabi, die is, en die ondernemers hebben toegezegd. Die zeggen wij willen het wel. Die hebben al een offerte uitgebracht. Ja. En nu is dus de kunst dat de gemeente moet zeggen, de gemeenteraad, wij willen hem terug hebben. BMW hebben we mee gesproken. Die zei ja, wij willen hem terug hebben. Dus in BMW aan de orde geweest, burgemeester en wethouders. En de gemeenteraad heb ik dus nu met deze brief benaderd van jongens, wij hopen op support van jullie. En dan moet er natuurlijk geld op tafel komen, maar dat past allemaal in het kader van dat viering 700 jaar bestaan van Enschede. Volgens zou dit dan als icoon uit die jaren zeg maar in de stad terugkeren. Ja, van de stad aan de stad. Jij noemde dat als een cadeau van de stad aan de stad. Eigenlijk wel. Dat is eigenlijk je appel op de gemeenteraad nu. Van jongens, kom met geld over de brug. Ja. Over hoeveel geld hebben we, Dick? Als dit ding, er is die offerte die sluit op een bedrag van ongeveer 160.000 euro. Er ligt een bijdrage van het Mondriaanfonds van 50.000 euro. Die is er al voor de renovatie, voor het afbouw. Die kunnen wij gebruiken, zegt de Tramstichting. Maar dan moet die tram niet naar de gemeente. Dus het wordt geen cadeau aan de gemeente zelf, maar aan de museumfabriek. Want dat is een gesubsidieerde instelling. De gemeente is voor het Mondriaanfonds geen instelling die zij willen subsidiëren. Nee, precies. Dus goed, dat zijn allemaal details. Ja, er is dus 50.000 euro. Ik schat dat er tussen de 100.000 en 130.000 euro op tafel moet komen om hem hier naartoe te halen, af te laten bouwen. En, nou, dan is vervolgens de vraag, ja, waar zet je hem neer? Ja. Precies, daar komen ze op. Ik wil heel even terug naar die restauratie. Ja. Want ik begrijp dat er nu een oudere man met zielenzaligheid aan dat ding werkt. Maar het gaat dan niet zo heel snel. Nee, die man is rond de 80. Ja. Die staat daar in een onverwarmde hal in zijn eentje aan die tram te werken. Maar is dat een blok aan zijn been? Is die blij dat hij er straks vanaf is? Of laat hij het met pijn in zijn hart gaan? Jos beschouwt het niet als een blok aan zijn been. Maar het is wel, ja, je moet realistisch zijn, de vraag is of hij überhaupt in staat is om het af te bouwen als hij er morgen dood bij neervalt. Maar laat hij dit met tegenzin gaan? De tram is van de Tramstichting. Oh ja. En er is goed overleg geweest, ook vanuit Enschede met Jos, ik ben zijn achternaam even kwijt, die daaraan werkt. En met de Tramstichting. En de Tramstichting wil gewoon meewerken. Ja. Nou, was er een paar jaar geleden het plan om, we hebben hier nog met Jan Astrego gestaan, het plan om het ding vanaf het Rijksmuseum of vanaf het Muziekkwartier via de Museumlaan richting de Museumfabriek te laten rijden en retour of zo. Is dat plan nu volledig van de baan? Dat is klaar? Dat heb ik ook uit het hoofd gepraat. A, is het peperduur. Een kilometer infrastructuur voor de tram kost een miljoen. Kilometer dan een miljoen. Dan heb je het over een kwetsbare tram. Ja. Onderhoud vergt. Als je die regelmatig gebruikt, toch ook weer slijtage gaat vertonen. Je hebt vrijwilligers nodig om te rijden. En ik heb ook gezegd, kijk, die tram terughalen, hartstikke goed. Maar ik zie hem in Enschede niet rijden. Nee. Want we hebben er geen plek voor. Ik had zelf wel het idee van achter het oude V&D en dan zo tot aan de zijkant van het stadhuis heen en weer. Ja. Op zaterdagen of op bijzondere dagen. Natuurlijk prachtig op zich. Ja, zou hartstikke mooi zijn. En ik ken ook steden waar ze dat doen. Maar dat kostte veel geld. Ja. En daar is hij ook eigenlijk
te kwetsbaar voor. Ja. Hey, ik hoorde je al iets over een grote glazen bak waar je dan in moet staan. Want ik heb destijds, zo achter de schermen wel eens wat mensen in de museumfabriek gekletst over die tram. Maar die hadden toch wel een beetje hard hoofd in nog, hoor. Zo van, zo'n ding kost onderhoud. En Plokker's hoofd, de man die erover gaat. En hij zegt, ja, wij willen hem wel hebben. Maar wij kunnen hem niet plaatsen binnen. Dat is natuurlijk een beetje het probleem van hun. Hij kan niet binnen geplaatst worden. Nee, dus hij moet buiten. Dat hoeft ook niet, want ik vind het is echt een ding om als het ware een soort landmark mee te maken. Kijk, of je zet hem bij het Rijksmuseum in de Middenberm. Hè. Je weet, de Singelring is aangelegd met de Middenberm. En in die Middenberm zou in de toekomst een tram moeten kunnen rijden. Dat was het idee van burgemeester Bergsma. Ja. Dat is nooit gebeurd. Nee. Hè, omdat, die tram was uiteindelijk weer verdwenen. En maar het zou natuurlijk wel mooi zijn om ter hoogte van het Rijksmuseum in de Middenberm een soort glazen kast hebben die tram in staat. Ja. Als landmark, want u bent hier nu bij het Rijksmuseum en je kan hem ook hier bij de museumfabriek. Ja. Ja. Dat dus dat plein, is nog even een kwestie van. Dat heringericht bij de museumfabriek, daar kan die ook staan. Ja, precies. Ja. En jullie zijn in gesprek met die koepel van die twee musea. Ja, te kijken ik vind of dat kan. Het gemeentebestuur. Ja. Kijk, de gemeente subsidieert de museumfabriek met 1,8 miljoen per jaar. Ik zou zeggen, als de gemeentebestuur eraan hecht dat die tram terugkomt en dat hij in de collectie van de museumfabriek wordt opgenomen, dan heeft de museumfabriek daar volgens mij wel oren. Ja, en tot slot, Dick, wanneer moet dit allemaal gaan gebeuren? Nou ja, we hebben eigenlijk wel een beetje haast. De Tramstichting wil eigenlijk wel in februari aanstaande, zeg maar, de overdracht van die tram en dus ook het transport van de tram van Overloon naar Enschede geregeld zien. Ja, en dan moet die hier afgebouwd worden. En dan wordt die Stokkers in Boekelo afgebouwd. En wanneer moet die hier onder de glazen koepel staan? Ja, hij zou in 2025, 700 jaar stadsrechter van Enschede. Ook 25 jaar geleden de vuurwerkramp gehad. 60 jaar FC Twente. Er zijn allerlei dingen die in 2025 de aandacht krijgen. Maar dat wij hebben zelf vanuit de historie zozeer gezegd, een groot singelfestival, de singel als festivalterrein. Daar ben ik hier ook al eens voor geweest. Klopt. En dan zouden we die tram in dat jaar officieel als een soort start van dat jubileumjaar in Enschede aan de bevolking aanbieden. Mooi, Dick. Dankjewel. Hou ons op de hoogte als je wilt. Dick Buursink was dat. Voorzitter van de Historische Sociëteit Enschede en Lonneker.